Het is lastig te zien, maar in deze gracht zitten tienduizenden vissen vast. Met een groot net proberen ze de dieren eruit te leiden. Max van 13 is erbij. Hij mag zijn vader en de rest van het reddingsteam helpen. Dit heb ik nog nooit gezien of zo. Ik ben best vaak met mijn vader meegegaan. En dit is wel best speciaal eigenlijk. Deskundigen die zich met de kwaliteit van het water bezighouden zijn ook komen kijken. Volgens hen gaat het niet goed met de vissen omdat hier te weinig zuurstof in het water zit. Als je geen zuurstof hebt ga je dood. Dat geldt ook voor vissen. Dus je ziet ze ook happen naar lucht. En nu zijn we met elkaar heel hard bezig om die vissen dus uit die doodlopende gracht wat het is te krijgen. Maar ze zijn best wel eigenwijs. Ze gaan ook steeds weer terug. Bij de bomen zit allemaal troep en zo, takken, misschien fietsen zo. En blijkt die net blijven haken en dan krijgen we moeilijk mee. Veel mensen komen kijken naar de reddingsactie. Je ziet vissen die allemaal in het net zitten en die proberen eruit te gaan. Als je er zo naar kijkt, wat denk je dan? Wauw, dit gebeurt nooit in een kuisje. Max, hoe gaat-ie? Goed. De vader van Max is blij met de hulp. Dat hij heel handig is en dat hij er heel veel aardigheid in heeft. Ja? Ja, leuk. Ja, daar ben ik trots op, ja. Het reddingsteam heeft nog een extra truc om de vissen te helpen. Dan geeft ze een beuk en dan schrikken we van en zwemmen die kant op of daarheen. Maar we hopen eigenlijk meer daarheen. Het is een lastige klus, maar Max denkt dat het gaat lukken. Ja, ik denk het wel goed komt, denk ik. Succes, hè? Ja, goed gedaan. Je.